iets gedaan. Ik ben al schuldig. Wie ben jij? Ik ben handige Harry en ik ben ook al schuldig. En ik zit hier al maanden! Maar wat heb jij gedaan dan? Ik heb niks gedaan! Ik ben al schuldig! Ze denken dat ik heb ingebroken, maar ik was gewoon met een paar vrienden op pad. Knip het slot open, hè? Oké, Bert. Jongens, wacht jullie even hier. Ik ga naar binnen. Oké, wij houden de boel in de gaten. Afgesproken, ik ga naar binnen. Doe voorzichtig, hier is een alarm. En dan loop je en heel veel geld. Zit, het alarm! Hey, sta daar! Je bent aangehouden! Ze denken dat ik heb ingebroken en een gouden horloge heb gepikt en geld. En dat is niet waar? Nee, natuurlijk niet! Maar wat heb je dan daar onder je muts? Niks hoor. Ze konden het geld en de horloge niet vinden, maar toch hebben ze me opgesloten. Maar ik ben echt onschuldig! Maar hebben ze jou dan gepakt en niet de echte dader? Ik ben onschuldig! Mond houden nu! Waarom zit jij hier eigenlijk hier? Ik was met vrienden aan het protesteren voor het milieu. Kap met bomen kappen! Kap met bomen kappen! Kap met bomen kappen! Ik moet even een fetisstuk houden. Jij het even vast? Kap met bomen kappen! Kap met bomen kappen! Politie! Rennen! En toen kwam de politie. Mijn groepje liep weg en ik zat niet op te letten. En voordat ik het wist was ik opgepakt. Maar wat doen jullie? Ik heb helemaal niks gedaan. Meekomen jij. Jij gaat naar de gevangenis. Maar ik ben onschuldig. Ik weet echt niet wat ik fout heb gedaan. Nog dezelfde dag wordt Nietje schuldig in de gevangenis gegooid. Als kind krijgt ze gelukkig wel hele goede advocaten. Zouden zij haar vrij kunnen krijgen? Maar jij hebt gewoon recht hoor, dat kan niet. Het is verboden om kinderen op te sluiten. Ze kunnen jou hier niet zomaar opsluiten, hè? Ten eerste was je bij de demonstratie gewoon je mening aan het geven en dat mag gewoon. Ja? Ja, kijk maar hier hoor, in het kinderrechtenboekje. We gaan ons best doen om je hier uit te halen. Ja, want je bent onschuldig. Hou nog even vol. We krijgen je hieruit. Dankjewel advocaat, ik wil heel graag naar huis. Handige Harry krijgt later die dag ook bezoek. Maar van wie? Hé, hey, bewaker, wat staat er op het schema? Er komen twee bezoekers voor handige Harry. Boze Bert en Henk de Tank? Hoi, ik ben Henk. En ik ben Bert. We komen voor handige Harry. We hebben een paar cadeaus voor hem meegenomen. Oh, cadeaus, dat is lief. Dan moeten we wel nog even controleren. Even kijken wat erin zit. Oh, ik zie het dan. Een lekkere aardbeientaart. Dat mijn vrouw speciaal gebakken voor Harry. Hé, hey, wat is dit? Een kussen en een deken. Oh, dat is oké. Okay. Kom maar mee naar de bezoekerskamer. Hé, hey, Henk en Bert! Yo, Harry. Alles goed met jou? Hé, hey, vrienden, wat hebben jullie allemaal meegenomen? We hebben gehoord dat het eten hier in de gevangenis niet zo lekker is, dus we hebben het daar meegenomen. Oh, een lekkere aardbeientaart. Zit de geheime vulling erin? Ja, Harry, we hebben het gehoord dat het 's nachts zo koud was, dus we hebben hier een extra kussen en een deken. Een kussen en een deken? Ja, ja. Oh jongens, dat wil ik zo aardig van jullie. Het is hier ook zo koud 's nachts. Harry, we hebben ook een nagelschaaf voor je meegenomen. Want we zagen de vorige keer dat je nagels zo vies waren. Huh? Maar dit is verboden. Deze neem je in beslag. Ja, jammer. Oké, okay, bezoeker is voorbij. Iedereen naar buiten. Doei, Harry. Doei, Harry. Tot snel. Bedankt voor de cadeaus, jongens, hè. Wat heb jij nou allemaal bij je? Ik heb een zaag gekregen. En een dynamietstaaf. En nog... Ja, een tafel maar daaronder. Momming.
pruik en zonnebril. Dus er zaten toch spullen verstopt in de cadeaus. Wat ga je nou met al die spullen doen dan? Wat denk je nou, een feestje geven? Ontsnappen natuurlijk! Ik verkleed me eerst als iemand anders. Daarna blaas ik met dynamiet de tralies open. Maar je bent toch onschuldig, dan hoef je toch helemaal niet te ontsnappen? Ik wil gewoon ontsnappen, dat was de vorige keer ook zo leuk. We gaan ons best doen om je hier uit te halen. Hou nog even vol. We krijgen je hieruit. Ja, want je bent onschuldig. Ik ga niet mee. Ik heb rechten, want ik ben onschuldig. Ik wil door de voordeur naar buiten en niet door een gat in de muur. Oké, wat jij wil, ik ga. De deur stond gewoon open. Omdat ik gewoon onschuldig ben en rechten heb. Niet je schuldigs geduld wordt beloond. Terwijl Harry op de vlucht is, lukt het de advocaten om niet je vrij te krijgen. En kijk eens wie er bij de voordeur van de gevangenis staan. Het is haar familie en haar vrienden. Je wordt vandaag vrijgelaten. En je wordt opgehaald door je familie. Ik ben zo blij dat ze vandaag gewoon vrijgelaten. Ja, ja, ze had helemaal niks gedaan. Want ze was onschuldig. Ja. Wanneer komt ze nou? Volgens mij komt ze er nu aan. Hey! Familie en vrienden, jullie zijn gekomen. Heel veel succes in de buitenwereld. Dankjewel. Yes! Hey, daar heb je de advocaten. Advocatenteam, heel erg bedankt. Graag gedaan. Wat doen jullie? Ik ben onschuldig. Hey Harry, alles goed? Ja, ga lekker hoor. Doei, veel plezier in de bak. Stop, ik ben onschuldig. Zo, opruim Stef netjes. Ik ben vrij. Yeah! Ja, ja, dat zeggen ze allemaal. Ik ben onschuldig, ik heb niks gedaan. Ik niet. Oh, ja. Ze denken dat ik heb ingebroken. Nee, en toen werd ik gepakt. Ik was met vrienden aan het poot. Goed geplopt. Wat moet ik zeggen? Ja. Boze Henk en... Nee. Hallo. Je wordt vandaag vrijgelaten. Zo. Hey, dankjewel voor het kijken naar deze kinderrechtenfilm. Vergeet natuurlijk niet deze film nog even een dikke like te geven. En verder abonneer je op ons kanaal, want dan mis je geen enkele film.